a bit tapped, difficult to tap them. Oké. Ik ben Bosnisch, immigrant, homoseksueel en moslim. Erg, hè? Dat betekent dat ik voor veel van mijn landgenoten iemand ben die hier komt om in de bouw te werken, je baan en je man misschien stelen en iemand die bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Als homo-moslim veroorzaak ik kortsluitingen in de hoofden van seculiere en liberale medemens, maar ook bij radicale en neoconservatieve religieuze fanaten, racisten en islamofoben. Ik heb afgelopen dinsdag, na 13,5 jaar, eindelijk mijn Nederlandse nationaliteit gekregen. In die tijd heb ik alles gedaan om me in te vechten. Rutte zou heel blij met me zijn. Ik heb taal geleerd, studie afgemaakt, baan gevonden en me voor de maatschappij ingezet. En toch ben ik niet Nederlands genoeg. Ik streed met liefde, met woorden en humor. Soms was ik een tikje sarcastisch en misschien ook iets te cynisch. Maar ik ben nu vooral boos, bang en teleurgesteld. Ik ben ook moe, ik ben overspannen en ik voel me heel eenzaam. Eenzaam in de strijd die we als queer moslims voeren. En het gevoel dat we steeds hebben, dat overkomt ons nooit of het komt nooit zo ver, stoort me het meest. Dit doet me denken aan de oorlog in voormalig Joegoslavië waar ik geboren ben. Toen de eerste slachtingen in Bosnië plaatsvonden, dachten mensen dat het een paar dagen zou duren en voorbij zijn. Toen de eerste bommen op Sarajevo vielen, 70 kilometer van mijn geboortestad vandaan, zeiden mensen dat we misschien de kelders toch moesten opruimen voor het geval dat, maar dat zoiets bij ons nooit, never nooit gaat gebeuren. En toen vielen de eerste bommen, doden en gewonden. Bijna iedereen riep een paar maanden geleden dat Trump nooit serieus genomen gaat worden. Een paar weken geleden zeiden we dat hij nooit van Hillary zou kunnen winnen. Gisteren dachten we nog dat het allemaal zal meevallen. Volgens mij zijn iemand nog hier. We moeten even kijken of het allemaal zo erg is wat Trump gaat doen. Maar ik zal even een klein stukje van de eerste 3 uur van zijn presidentschap meegeven. Wat ik in ieder geval heb gezien. Binnen 1 uur werd de LHBT-pagina en alle gerelateerde zoektermen van de officiële website van het Witte Huis weggehaald. Zogenaamd onderhoud. Binnen 3 uur plaatste America's Leading Source in LGBT News, een mainstream witte LHBT-website, het artikel Europe's Islam Problem and the US Immigration Policy, ongelooflijk islamofoob, xenofoob artikel, geschreven door een nota bene ook nog een witte queer feministe en academicus in gender studies. Maar laten we niet doen alsof die 3 uur ineens heel anders zijn dan de hele geschiedenis die we eigenlijk een beetje kennen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar 9-11, ook nog door mijn voorgangster ook besproken, publiceerden heel veel queer activisten, feministen en academici artikelen over hoe de aanvallen op Irak gelegitimeerd zijn omdat we de onderdrukte moslimhomo's en moslimvrouw moesten redden. Na Orlando hebben traditionele witte LHBT-organisaties massaal geroepen dat dit een exclusief moslimprobleem is. Trump, die op een van zijn speeches de regenboogvlag ondersteboven hield, gebruikte LHBT's alleen om moslims af te schilderen als homofoob en daarmee dus niet Amerikaans of niet westers genoeg. En laten we nu niet doen in Nederland alsof dat gewoon echt alleen Trumps of Amerikaans probleem is, want deze pro-homo-islamofobia, hoe we dat noemen, is niet exclusief voor Trump en Amerika. Dit is een exclusief Nederlands exportproduct. Onze eigen fortuin, en later Wilders, gebruikte deze islamofobe mantra ook. Wij beschermen onze homo's tegen die moslimbarbaren. Daarom was Wilders uitgenodigd op een Gays for Trump feest op Cleveland State University. Ja, want hij sprak met passie en hij durfde de waarheid te zeggen voor die groep. Zowel Wilders als Trump hebben geen track record in de LHBT-emancipatie en een groot gedeelte van hun achterban staat te zwaaien
regelmatig te zwaaien met bordjes waarop staat homosexualism is sin. Overwinning van Trump is overwinning van de witte, cisgender, hetero man die trans, lesbische en queer vrouwen, homo's, biseksuele, transgenders, mensen met een intersexconditie, mensen met een beperking, andere etnische en religieuze achtergrond en ras uitlacht, kleineert en discrimineert. Trump's slogan America First is de soundtrack van het land dat geregeerd wordt door irrationele angst, waar aanzetten tot haat en vulgariteit genormaliseerd worden. Het land waar war on terrorism nieuwe imperialistische impulsen gaat krijgen. En ik pleit voor een globale, progressieve tegenbeweging. Klinkt zo bekend en dat doen veel andere mensen ook, maar goed. Maar deze beweging zou zonder compromissen strijd tegen alle vormen van onderdrukking en ongelijkheid moeten aangaan. Omdat onderdrukking en ongelijkheid globaal, sociaal en politiek mainstream zijn geworden. Om dat te bereiken mogen we geen onderdrukkingswedstrijd met elkaar spelen en prioriteiten stellen, maar wel onze privileges erkennen. Trump wil dus niet als de nieuwe standaard zien, maar alle vormen, niveaus en intensiteit van discriminatie afkeuren. Er mag geen plek zijn voor seksistische antiracisme kameraden, islamofobe homoactivisten, racistische feministes of homofobe moslimactivisten. En net als bij Albert Heijn en Ethos, alle combinaties zijn mogelijk. En uiteindelijk pleit ik voor radicale solidariteit, waarin iedereen hand in hand loopt tegen onderdrukkers, in welke vormen dan ook. Dank jullie wel. Dank je.